nadat Columbus op 28 oktober 1492 tijdens zijn eerste reis het eiland Cuba ontdekt, verkent zijn expeditie de noordkust van het oostelijk deel van Cuba. Het is woensdag 14 november 1492. Columbus ziet een diepe en brede ingang. De expeditie heeft het huidige Bahía Sagua de Tanamo bereikt. De latere admiraal neemt een kloek besluit. Na vermoedelijk een korte verkenning met een sloep, zeilen de drie schepen gedurfd naar binnen. Al snel beseft de expeditie dat achter deze ingang een forse zeeboezem schuilraadt. De schepen gaan voor anker en met roeiboten begint de verkenning van de binnenzee. Op dit moment is de baai ruim 8 kilometer breed. Door verzanding, met name aan de oostzijde, moet de baai in 1492 een stuk groter geweest zijn. Op deze kaart uit 1818 heet dit gebied Puerto de Tanamo. Columbus doopt de ingang van de baai Puerto del Príncipe en de binnenzee Mar de Nuestra Señora. Op woensdag 14 november 1492 schrijft Columbus in zijn scheepsjournaal: "Ik vond een diepe ingang die een vierde mijl breed is met een goede haven en rivier, waar ik naar binnen vaar, dan de boeg naar het zuid-zuidwesten stuur en daarna naar het zuiden totdat het zuidoosten bereikt is." Op de kaart de exacte locatie waar de volgende foto genomen is. De huidige ingang van de baai. De witte streep aan de horizon is de branding. Columbus is in 1492 op de foto links naar binnen genavigeerd, denk ik. Daar lijken de golven minder hoog. De forse stroming, veroorzaakt door het tij bij de ingang van de baai, is goed te zien. Morrison schrijft in 1942 dat om door de elleboogvormige ingang van de baai te navigeren, er 3 koerswijzigingen noodzakelijk zijn. Morrison onderstreept de durf van Columbus. Op zondag 18 november staat er een interessante passage in het scheepsjournaal. Columbus schrijft dat hij nogmaals in sloepen uitvaart met veel bemanningsleden om een groot kruis op te richten dat hij bevolen had te maken van 2 boomstammen. Bij de mond van de ingang van de genoemde Puerto del Príncipe op een opvallende plek zonder bomen. Bij de mond van de ingang van de baai, schrijft Columbus. Goed mogelijk dat hij het kruis hier plaatst. Maar of het precies deze locatie is, is onzeker. Op woensdag 14 november schrijft Columbus de volgende opvallende woorden. Hij garandeert dat hij zijn koningen niet eens een 100ste deel van de eilanden in de baai beschrijft. En dat het lijkt dat sommigen tot in de hemel reiken en de vorm van diamantpunten hebben. Deze opmerkelijke zinsnede uit het journaal van Columbus boeit mij al jaren. Zoekend naar het felbegeerde goud beschrijft hij eilanden als diamantvormig. Met een lage zon, waardoor het licht in het water reflecteert, is de beschrijving van Columbus bedoeld om zijn koningen te imponeren best geschikt. Dit is het grootste eiland in de baai. De naam is Cayo Alto, het hoge eiland. Columbus schrijft dat het ontelbare eilanden zijn die vol met bomen staan en zeer vruchtbaar lijken. Ten tijde van Columbus zijn sommige eilanden bewoond, maar de expeditie treft er geen drinkwater aan. In de baai van Tanamo schrijft Columbus op woensdag 14 november een intrigerende zin in zijn scheepsjournaal, waarover tal van historici en cartografen zich al eeuwenlang het hoofd breken. Hij schrijft dat de eilanden in de baai lijken op de talloze eilanden die hij op wereldkaarten aan het einde van het oosten ziet. Dat Columbus goed bekend moet zijn met wereldkaarten maakt de volgende zin duidelijk die hij op woensdag 24 oktober 1492, hij is dan onderweg van de Bahama's naar Cuba, opneemt. Hij schrijft over het eiland Japan, waarover magnifieke dingen gezegd worden, en op de wereldbollen en wereldkaarten die ik gezien heb, bevindt zich dat eiland in deze regio. Mapamundos, wereldkaarten, en Esperas, wereldbollen.
De oudste wereldbol die bestaat is in 1492 gemaakt door Martin Behaim, net voor de ontdekking van Columbus, en geeft het Europees wereldbeeld aan het einde van de 15e eeuw goed weer. In 1908 verschijnt een belangrijke publicatie over deze wereldbol met een uiterst precieze reconstructie van de bolvormige kaarten. Deze aardappel van Behaim, zoals de globe genoemd wordt, bevindt zich in het Germanisches Nationaal Museum in Nuremberg. Behaim verblijft van 1484 tot 1490 in Lissabon. Hij is adviseur in maritieme zaken van de koning van Portugal. Columbus is in december 1488 in Lissabon en probeert voor de tweede keer de koning van Portugal te overtuigen van zijn project. Belangrijk is dat er geen bewijs bestaat dat Columbus Behaim ontmoet heeft. Aan het einde van het oosten zijn veel eilanden opgenomen, precies zoals Columbus de baai van Tanamo beschrijft. Had hij een dergelijk beeld voor ogen? In het westen, de richting van Columbus, staan er ook eilanden op de wereldbol van Behaim. Eén daarvan heeft de volledige naam Insula Antillia Septe Ritade. Het eiland Antillia, het eiland met de zeven steden. De James Fort Bell Bibliotheek van de Universiteit van Minnesota koestert een kaart uit 1424, dus ruim voor de tijd van Columbus. De Portugees en befaamd cartograaf Armado Cortesau publiceert in 1954 een belangrijke studie over deze kaart. Op de kaart twee grote eilanden die midden in de oceaan liggen. Het rode eiland heeft de naam Antillia. Cortesau neemt in zijn doorwrochte studie een tabel op met bestaande kaarten uit de periode 1435 tot 1492, met daarop de contouren van het eiland Antillia of de eilandgroep Antillia. Dit geeft onomstotelijk weer dat er ten tijde van Columbus al veel kaarten bestaan met denkbeeldige eilanden in de Atlantische Oceaan. Columbus schrijft dat hij Mappa Mundi's wereldkaarten gezien heeft. Het is jammer dat we niet weten welke dat precies geweest zijn. Op dinsdag 25 september 1492 neemt Columbus een opmerkelijk commentaar op in zijn journaal. Hij zegt dat hij Martin Alonso Pinson, de kapitein van de Pinta, 3 dagen geleden een kaart gestuurd heeft. De expeditie is dan midden op de oceaan en de twijfel om land te bereiken neemt met de dag toe. Wat is dat voor een kaart? Een mogelijk antwoord. Bartolomé de las Casas, de eerste geschiedschrijver over de ontdekking van de Nieuwe Wereld, beschrijft uitvoerig een brief met kaart die Columbus van de Italiaan Toscanelli ontvangen heeft. Deze brief van Toscanelli aan Columbus is een afschrift van een brief die Toscanelli eerder aan de koning van Portugal stuurt. Toscanelli beschrijft uitvoerig hoe je via het westen naar Japan kan navigeren. De las Casas schrijft dat hij deze brief zag en in zijn handen had en neemt het schrijven over een aantal pagina's letterlijk op. In 1902 besteedde geschiedkundige Amerikaan Henri Vignon aandacht aan deze brief. Zijn conclusie is dat hij twijfelt aan de echtheid. Zoals vaak met Columbus bestaat er controverse tussen historici. Morrison laat in 1942 weten dat hij denkt dat de brief van Toscanelli wel authentiek is. Waarom zou Columbus een dergelijke brief vervalsen, is zijn redenatie. Cortesau schrijft dat er twijfel bestaat over deze brief. Thatcher publiceert in 1903 een schitterend en omvangrijk werk in 3 forse delen over Columbus. In het 3e deel een foto van een afschrift gemaakt door Columbus of zijn broer van de brief van Toscanelli. Dit afschrift is in 1877 gevonden op de kaft van Columbus' editie uit 1477 van Historia Rerum Ubique Gesterarum en is een van de schatten van de Bibliotheca Colombina de Sevilla. Helaas is de zeekaart,
die Toscanelli samen met zijn brief aan Columbus stuurt, verloren gegaan. Maar zou deze kaart bestaan hebben, dan is het goed mogelijk dat Columbus deze kaart op zijn eerste reis meeneemt en dat hij die aan Pisón laat zien om aan te geven dat ze er bijna moeten zijn. Om feestelijk de 400-jarige ontdekking van Amerika te gedenken, verschijnt er in 1892 een golf aan publicaties. Konrad Kretschmer publiceert in Berlijn twee omvangrijke delen, maar daarin oude kaarten waarop de naam Amerika voorkomt. In dit haast onvindbare werk neemt hij een reconstructie op van de kaart van Toscanelli. Midden in de Atlantische Oceaan een eiland met de naam Antilia, het eiland Antilia. Links daarvan Cathay, China. En ertussen Zipango, Japan, zoals door Toscanelli in zijn brief aan Columbus beschreven. Een Columbus-onderzoeker heeft het niet makkelijk, en helemaal niet als befaamde historici het oneens zijn. Denkbeeldige eiland in het westen van de oceaan, gebaseerd op een legende, waarschijnlijk uit het jaar 734, waren 7 bisschoppen de oceaan invluchten. Volgens Cortes Hou voor het eerst in het begin van de 15e eeuw beschreven. Morrison blijft daar rustig onder. Hij schrijft dat Columbus zo overtuigd was van zijn gelijk dat hij ook zonder zeekaart van Toscanelli was uitgevaren. Op zaterdag 17 november, Columbus verkent dan nog steeds de baai van Tanamo, ziet hij een dier die hij als een grote muis beschrijft. In het plaatsje Frank Pais, gelegen aan de baai van Tanamo, staat een fijn gemeentemuseum dat trots over de geschiedenis van Cuba en de regio informeert. In een van de vitrinekasten een opgezet knaagdier met de naam Cutia, de grote muis van Columbus. Helaas is het beestje, dat goed eetbaar is, haast of al helemaal uitgestorven. Vanaf een heuvel ontrolt zich een schitterend uitzicht over de baai van Tanamo. Ik heb daar samen met de historicus van Frank Pais eilandtellen staan kijken. Vanuit dat perspectief is de beschrijving van Columbus om de eilanden als diamantvormig te beschrijven nog treffender. Ontelbare eilanden die tot de hemel reiken en puntvormig zijn zoals diamanten. Dat schreef Columbus op woensdag 14 november 1492. Onvoorstelbaar dat deze Cayos en de baai er nog net zo bij liggen als toentertijd door Columbus gezien. Eilanden als diamanten, die al 500 jaar in het water fonkelen en schitteren. Een groot voorrecht om dit te kunnen zien.